hele goede avond en leuk dat je weer kijkt naar For The Music. For The Music is het programma waar iedere maand drie verschillende bands bij mij op bezoek komen en hun muziek met ons gaan delen. Vandaag hebben we een fantastische contrabands. We hebben hier namelijk op de vloer staan The Avonden. Op het podium hebben we vandaag ook een fantastische band staan. Namelijk een band met een hele mooie harp en heet Windseed. En we hebben een gave band die vandaag gaat afsluiten. Namelijk de hardcore punkband Holger. Maar zoals ik al zei, we gaan beginnen met Windseed met het nummer After Hour.
Yes, Windseed met het nummer After Hour. Marco, kom er even zelf bij. Doe ik. Fijn dat jullie konden komen. Ja, vond ik ook. Ja. Marco, wat ik me nou op afvraag, je zei nou de hele dag zie ik jullie opbouwen. Ik zie jou zitten achter zo'n prachtige harp. Hoe ben je er ooit op gekomen om harp te gaan spelen? Nou, eigenlijk mijn grote inspiratiebron, en dat hoor je ook wel terug in de muziek, is Andreas Vollenweider. Dat is een harpist uit Zwitserland. Die heeft als eerste eigenlijk de harp elektrisch versterkt. Tenminste samen met Alain Stivell, dus een Fransman. Dat was een tijdgenoot, zeg maar. Maar hij begon met het versterken van de harp. En dat gaf een specifiek geluid wat ik ooit hoorde toen mijn vader een plaat van hem cadeau kreeg. Toen was ik 12 of zo. En ja, dat greep mij meteen. Van, hé, dit is harp, maar dan anders. En ja, het heeft wel iets heel sprankelends, maar het is toch anders dan de klassieke harp. Ja. En ja, dat greep mij eigenlijk meteen. En sindsdien wist ik eigenlijk al van, nou, dit wil ik ook ooit gaan bespelen. En dan heb je natuurlijk wel iets van, je moet een kapitaal hebben om zo'n harp te kunnen krijgen. Maar toen kon ik via een vriendin een harp lenen. Ja. Daar ben ik dus op begonnen. Begin jaren 90 was dat. Toen heb ik met een aantal mensen ook daar al in een bandje mee samengespeeld. Onder andere Lode en Ron en Hans, ook van Jafar heette dat. Heb ik die harp ook al in gebruikt. En later ben ik daar weer mee verder gegaan in mijn eigen setting. Het was zeg maar iets wat ik een tijdje tot mijn beschikking had, die harp. Maar uiteindelijk heb ik hem weer teruggegeven. Toen heb ik later zelf een harp gekocht, een Keltisch model. En dit is dan weer een iets groter model, zeg maar de klassieke harp met pedalen ook. Wat ook elektrisch versterkt mogelijk is. Dus ja, in die zin is het wel echt een vooruitgang. Ja. En nu speel ik dan sinds ruim 20 jaar zelf ook harp. Maar echt, echt wel een droom zeg maar, die uitkwam. Een droom die uitkwam. Zo kan je het wel zien. Ja, ja, en dan, je kiest dus steeds weer voor een andere harp. Daar ga je verder op vanwege het geluid. Of wat is nou de reden waarom je nou deze harp hebt meegenomen? Nou, dit is zeg maar ook een klassieke harp met pedalen waarmee je alle toonaarden of toonsoorten kan spelen. Mm-hmm. Dus dat is een verschil met de Keltische. Daar heb je een beperkt aantal toonsoorten omdat je daar met halve nootklepjes werkt. En deze met pedalen, wat op de klassieke harpen zit, zeg maar, de grote harpen, daar kan je alle toonsoorten bedienen. Plus deze is echt goed elektrisch versterkbaar. Je hebt een systeem waarbij je bassen, mid en treble apart kan uitversterken. Waardoor je een goede controle hebt over je geluid en ook je bassen dus mooi kan uitversterken. Ah. Ja. Nou, gaaf, leuk, dankjewel. Hey, en je had het net al even, we hadden het er al even over, de schoenen. Het is belangrijk om een bepaald soort schoen aan te hebben. Ja. Kan je daar iets over vertellen? Ja, dat is wel een voordeel, want je, zeg maar een schoen met een goede hak in ieder geval, want dan heb je een soort hefboomconstructie om die pedaal makkelijk te kunnen bedienen. Plus een punt is een voordeel, want als je te brede schoenen hebt, dan ga je twee pedalen tegelijk bedienen. Ja. Dus het is handig om een... En vrouwen zijn het voordeel in dat opzicht, want die hebben vaak hoge hakken. Weet je, nou, die schoenen heb je voor mannen niet zoveel. Ja. Dus dan heb je als vrouw een licht voordeel. Ja. Maar als mannen kan je ook die schoenen wel vinden met een beetje hak en een punt. Ja. Dan heb je goede harpschoenen. Hey, en wat moet je nou beheersen als je nou harp zou willen spelen? Stel, je zit nou thuis te kijken en je denkt, ik wil graag ook harp leren spelen. Wat moet je in ieder geval kunnen? Nou ja, de handsetting is natuurlijk belangrijk en dat kun je natuurlijk leren. Maar je moet wel een gevoel voor melodie hebben en veel discipline ook. Want het is best wel een instrument waar het element sterkte van je vingers meespeelt. Dus je moet veel kracht in je vingers hebben. Het is niet van even lieflijk op een harkje tokkelen. Nee, harpje, geen harkje. Het heeft veel van je handspieren vergt het. Dus je moet wel sterke handen hebben. Of tenminste, je krijgt er sterke handen van als je het speelt. Want het is niet zomaar iets wat je heel licht speelt. Je moet echt kracht zetten. Met je moet vingers. Echt oefenen en dus een harp wel in bezit hebben om het echt te kunnen oefenen. Dat is wel natuurlijk een pre. Ja, ja, gaaf. Dankjewel. Hey, onwijs fijn dat jullie hier zijn. Volgende uitzending ga je nog een nummer voor ons spelen. Ja. Nu gaan we over naar De Avonden. En die gaat voor ons het nummer spelen Blauwe Bessen. Terwijl de wind door het gebroken raam naar binnen waait, zit jij aan tafel. Als ik vraag wat er is gebeurd, kijk je me aan en weet ik het al. Je kunt niet praten, want je hebt je mond vol. Je kunt niet praten, want je hebt je mond vol met blauwe bessen. Terwijl ik het gebroken raam vervang, vraag ik me af hoe
of het ooit nog goed komen zal. Als ik je vraag of het ooit nog goed zal komen, zie ik blauwbessensap uit je mondhoek lopen. Je kunt niet praten, want je hebt je mond vol. Je kunt niet praten, want je hebt je mond vol met blauwe bessen, blauwe bessen. Yes! Dit was De Avonden met Blauwe Bessen. Stel nou dat je graag deze uitzending terug zou willen zien of voorgaande uitzendingen wilt terugkijken, bezoek dan onze website forthemusic.nl. Daar kan je alles terugvinden en ook de links van de bands. Dus dat betekent dat je daar ook even naar de site kan gaan en te kijken van wanneer ze nou een volgend optreden hebben. We zijn alweer aangekomen bij de laatste band van deze uitzending, namelijk de band Holger. En die gaan ons verblijden met het nummer Intolerance.
Freddy and the Gardeners met het nummer A Love Drunk. Take my heart.
Yeah! Freddy and the Gardeners. Waanzinnig, echt waanzinnig mooi.